Die ene seconde dat je even je borst wat platter wordt gedrukt dan gewoonlijk, dat weegt toch niet op tegen de mogelijkheid om er iets aan te laten doen als je borstkanker hebt? Ik ben er toen aan mezelf aan begonnen en ik moet zeggen, ik ben nu 84. En er zijn zoveel nieuwe dingen gebeurd daarna. En ik ben zo blij dat ik de afgelopen 11 jaar heb geleefd en allerlei dingen heb kunnen doen die voor mezelf, maar ook voor een heleboel andere mensen nog van betekenis zijn. Ik zou heel wat hebben gemist als ik het niet had gedaan. Ja, naar mijn mening is het zo dat wat de staat zegt over groepen totaal niet aan de orde is. Het gaat altijd om individuen en in dit geval om vrouwen. Want voor iedere vrouw telt haar eigen leven. En het is de verantwoordelijkheid, vind ik, van de staat om daarin zoveel mogelijk behulpzaam te zijn en te weten dat het niet alleen gaat over de kanker in een borst op een bepaald moment, maar het gaat over alles wat daardoor aan de orde komt. Je hele leven wordt daardoor bepaald. En zoals ik net zei, dat het zo belangrijk is geweest voor mij om de afgelopen 10 jaar functioneel te kunnen leven, is het zo dat het daarom ook in het belang van de staat is om te zorgen dat zo snel mogelijk ontdekt wordt of iemand borstkanker heeft. En dat is niet een groep, dat is een vrouw, een mens. Het is heel belangrijk dat aan de vrouw zelf de keus wordt gelaten of ze deel willen nemen aan het bevolkingsonderzoek, ja of nee. Maar het is ook zo dat als er iets wordt ontdekt op een bepaald moment, wat je daarna, als er iets aan is gedaan, jaren van goed leven kan geven, dan is het heel belangrijk dat juist op dat moment dat je er op tijd bij bent. En dat is wat de oproep in je bus voor je doet.